Voor de derde keer alweer vorstelijke jazz in de speeldoos met een fantastisch programma. Hoe is het ontstaan? Ja, dat is ontstaan eigenlijk door een kopje koffie op de Brink met Kees Rama. En dan zeiden we, ja, we moeten er eigenlijk wat aan doen. Die oude muziek, die hoor je bijna niet meer. Hè? Dat is toch de moeite waard. Tegenwoordig wordt alles met computers en alles, of wat wordt het versterkt. En we moeten toch eens een keertje pure jazz daar, dat je hoort wat er uit die instrumenten komt. Dat is toch de oude jazz, dat moeten we toch handhaven. Dat is toch een stukje nostalgie wat je hoog moet houden. Nou, toen is er ontstaan een eerste concert met een tribute, dus een herinnering aan Ella Fitzgerald en Oscar Peterson. Dat was een geweldig succes. Toen dachten we, nou, we gaan het tweede keer doen. En twee keer was de band van Benny Goodman, onder leiding van Bernard Berghout, die ook vanavond hier speelt. En toen dachten we, gaan gewoon door. En dit is Louis Armstrong, met All Stars, met Billie Holiday en alles en nog wat. Dus ja, het is een mooie avond. En we kunnen hier zeggen dat het een traditie wordt. Nu kunnen we na de derde keer zeggen dat het echt een traditie is, want de zaal zit vol en de mensen zijn happy. Nou, dat is de enige oplossing. Michael Varenkamp, trompetist. Je gaat vanavond spelen hier in Baren bij Vorstelijke Jazz. Wat ga je allemaal spelen? Muziek van Louis Armstrong en Billie Holiday eigenlijk. Stukken die bekend zijn geworden van die twee. Wat heb je met Louis Armstrong? Dat was eigenlijk mijn eerste grote liefde op jazzgebied. Toen ik 12 jaar was, hoorde ik zijn muziek en daar was ik eigenlijk gelijk aan verkocht. En ik speelde zelf al trompet, maar toen had ik echt zoiets, oh ja, ik moet jazztrompetist worden. Kun je eens laten horen, gewoon even op de trompet solo? Ja. U herkent Louis Armstrong natuurlijk van zijn beroemde Hot 5 en Hot 7. Dat waren grote orkesten. Wel, u krijgt vanavond Michael Varenkamp met de Hot 6 trouwens. En voor volgend jaar weer? Heeft u al bedacht wat het gaat worden? Nou ja, dan moeten we hierna moeten we gewoon weer even op de Brink gaan zitten, een kopje koffie drinken. En dan gaan we weer filosoferen. En dan moeten we weer zoeken naar de mensen die muziek spelen. Want die zijn er nog. Hè. Gelukkig zijn er nog in Nederland mensen bij die dat soort van muziek hoog houden en het ook willen doorgeven. Thank you.
ben 10 jaar lang professioneel muzikant geweest. En vervolgens ben ik inderdaad... Ik had toen mijn medicijnen gestudeerd. En vervolgens ben ik... Eigenlijk na het overlijden van Pim Jacobs ben ik de huisartsopleiding gaan doen. En dat vak oefen ik inmiddels sinds een jaar of 12. Ja. Ik heb mezelf ten doel gesteld om met een grote bezetting, dat wil zeggen precies de bezetting zoals Benny Goodman die in de jaren 30 hanteerde, op stap te gaan. Nou, als je dat je voorneemt, dan weet je ook van tevoren dat je daar jaren werk aan hebt. Heel veel arrangementen moet laten maken, goede muzikanten om je heen moet verzamelen. En dat is in de loop van een aantal jaren wel gelukt nu. Maar daarnaast doe ik natuurlijk ook wat losse en grapsnap dingen, zal ik maar zeggen. En dat is ook hartstikke leuk om te doen, want jazz blijft natuurlijk toch een avontuurlijk gebeuren als het goed is. En dat gaan we dus vanavond ook weer doen. Zing je het liefst? Jazz? Ja, het liefst jazz. Ja. Ja? Favoriete zangeressen? Ella. Het is een beetje raar als je Billy gaat doen, maar toch Ella. Ja? Ja. Wat is het verschil? Alles. Het zijn tegenpolen. Ella was happy en clean. Nou ja, happy niet helemaal waar, maar wel clean. Dus klonk happy. En Billy was alles behalve clean. En ook altijd ongelukkig. Ja. Behalve als de zon misschien. Maar de sound is ook totaal verschillend. Dus ja, alles. Het is voor het goede doel. Nou ja, het goede doel, het is zo, ik ben vriend van de speeldoos. En als we wat overhouden, dan gaat voor een groot deel, ik moet wel uit de kosten komen. Dat is maar als het een succes is, dan hou je toch altijd iets over. En dat gaat naar de speeldoos. Dus daar profiteert de speeldoos van. En dat vind ik alleen maar leuk, want we moeten dat theater gewoon hoog houden. Hè. Dat is echt heel erg belangrijk, vooral in deze tijd. Dat er dus, dat hoor je van artiesten ook, ze worden veel minder gevraagd. Hun gages gaan naar beneden. Alle theaters hebben het moeilijk. En vandaar dat we zeggen, nou ja, dan gaat dat gewoon ook door. Hè. Dat doe je het ook voor een zeker goed doel in Baren. Ja. Er zijn ongelooflijk veel jongens die willen drummen. En dat geloof ik in. Natuurlijk, maar die zijn er ook hoor. Maar het is natuurlijk de muziek die ze spelen. Dat is natuurlijk de moderne popmuziek. Niet dat ik daar iets tegen heb, want er zijn ook hele goede muziek. Maar dat is natuurlijk iets anders dan je vanavond hier hoort. Ja. En het is ook van belang dat die mensen die dus die moderne muziek en die popmuziek horen, en ook de basgitaar en de bas en de drums en zo, dat die ook horen hoe het vroeger was. En daar leren ze ook van. Dat is een basis. En dat moet je hebben.